En ondertussen is deze lieftallige dame erbij aangeschoven. Heel goedemiddag. Dag, Inge, je bent ook in het rood voor onze Rode Duivels. Ja, het was weer toevallig. Is niet erg. Je moet gewoon zeggen, ja, want de Rode Duivels liggen mij nauw aan het hart. Dan zou ik een beetje liegen. Ja, is dat zo? Niet met voetbal bezig? Ik ben al jaren supporter, Europees gezien, van Italië. En nationaal gezien van Brazilië. Allee. Dus, dat is niet erg. Dan zal ik de rode kleur wel vertegenwoordigen. Maar we gaan het niet hebben over voetbal, maar over dieren. En vandaag gaan we het hebben over ezels. Uh-huh. Want ezels zijn heel hippe diertjes eigenlijk aan het worden. Hè? Je ziet ze meer en meer in Vlaamse tuinen verschijnen. Ja, heel veel worden ze ingezet in eigenlijk therapie met ezels. Uh-huh. Dus ezeltherapie bij kinderen, omdat ze zo inderdaad heel gemakkelijk... Ze zijn niet te groot, ze zijn niet groter, niet zo groot als paarden. Ja. En ze zijn iets makkelijker hanteerbaar, omdat ze iets minder angstig zijn als paarden ook. Okay. Dus ze gaan iets minder snel lopen. Het zijn wel vluchtdieren, maar ze houden toch... Ze maken meer contact. En het zijn ook kuddedieren, hè? Ja, het zijn kuddedieren. Ze zijn gewend om liefst met een groepje ezels bij elkaar te zitten. Maar je kan er ook andere diertjes bij plaatsen, zoals geitjes of schaapjes. Dus dat kan. Dus je hoeft geen twee ezels te zetten, maar je kan... Maar als ze maar gezelschap hebben. Ideaal is natuurlijk dat ze met meer als één zijn, ezels dan. Maar je kan er ook ander gezelschap bij zetten. Ja. En is er dan niet veel plaats voor nodig voor zo'n ezel? Eigenlijk wel. Ezels hebben redelijk wat plaats nodig, want het zijn graasdieren. Dus ze hebben wel het behoefte om heel de dag door, inderdaad, te grazen. Eventueel wat hooi of stro hebben ze nog verder nodig, maar van voeding is dat hetgene wat ze zo wat nodig hebben. Dus, ja, dus eigenlijk verbruiken ze niet erg veel dan alleen een beetje hooi. Maar wel plaats dus. Hè. Ja, die plaats is heel belangrijk. Hè. Ja. Ja. Want ik heb mezelf laten vertellen dat stel dat ze niet alleen niet samen leven, dat ze rare trekjes beginnen hebben, zoals weigeren te eten. Ja, en ja ze kunnen enorm hard treuren als bijvoorbeeld een koppeltje uit elkaar wordt gehaald. Het zijn zo'n aan enkele dieren. En dan gaan ze inderdaad niet meer eten. Ze gaan de hele tijd zitten balken. Dus het weet wel die typische... Ik ga het niet nadoen, want ik ben geen ezel. Balkjes voor onze Limburgers. Nee, lukt echt niet. Nee lukt dan zullen we eens luisteren hoe een ezel balkt dan. Oké, dat is goed hoor. Ja, Inge, heb het maar in je tuin staan, hè? Die bleef maar doorgaan. Ja. Nu, het is, ik weet niet wat er met hem aan de hand was, maar ze doen dat dus omdat ze soortgenoten dus willen roepen, inderdaad. Ja. Ook Mary's, ik wou meteen gaan. Mary's, maar... Nu, dat is een compliment, hè, want ze zeggen altijd dat ezels dom zijn, maar ezels zijn absoluut niet dom. Hè. Nee? Ezels zijn niet dom en zijn niet koppig. Ze zijn heel lief, heel intelligent. Ze zijn eerder wat voorzichtig met nieuwe dingen. Mm-hmm. Dus het is helemaal... Ezels zijn een compliment. En? Ook en? Muzikaal? Ja, kijk maar even mee. Maar dit getuigt dus inderdaad van een band die een ezel kan aangaan, ook met een mens. Hè. Dus die combinatie, het is heel mooi om te zien. Ja. Dus dat ezel... Ezels koppig en dom zijn, dat is niet altijd het geval. Nee, ze zijn gewoon voorzichtig. Ja. Nu, uiteindelijk worden ezels in andere delen van de wereld nog altijd gebruikt als zijnde werktuigen eigenlijk en lastdieren. Ja. Jij bent in India geweest? Ja, ik was deze zomer onder andere in India geweest. Ja. En daar heb ik dan mijn project mee gedaan. Mm-hmm. Dus omdat daar in India de mensen niet zo heel veel verdienen. En dus het moeilijk hebben als een ezel... Voilà. Ja. Als ze niet meer kunnen werken, dan worden ze eigenlijk op straat gedumpt. En die mensen, dat project liep daar en die vangen die ezels dus op. Wat gebeurt er dan met die ezels? Dus die ezels worden dan op straat achtergelaten door eigenaars? Ja, die worden letterlijk gedumpt en die krijgen dan geen eten meer. Die worden dan wel gevoederd door de bevolking. Want het noorden van India, waar ik dus zat, is een boeddhistisch stukje. Ja. En die zijn dus wel heel goed voor dieren. Ja, dus het is niet zo dat die dieren daar verwaarloosd worden? Maar bijvoorbeeld de hoeven moeten regelmatig gekapt worden. Dat werd dan niet meer gedaan. Dus je zegt echt ezels die mank liepen, willen van de hoeven. Ja. Dan is die organisatie heeft die dan opgevangen en verzorgen die. Dus. En, voilà. En dan kunnen ze dan ook in kudde zijn. Hè? Ja. En ik was daar van alles van snoepjes aan het uitdelen. En hoe kom je daar dan terecht als zijnde Vlaming?
Ja, ik reis eigenlijk heel de wereld zo rond met projecten rond dieren als ambassadeur. Mm-hmm. Als ambassadrice is dat dan in het vrouwelijk, ja, zeker. Voor Dierencoalitie onder andere en ook voor mijn boeken enzovoort. Dus, ja, dat is gewoon heel leuk. En waarom voor ezels gekozen dan? Want... Ik vind dat gewoon heel leuke dieren. Echt waar. Ik vind dat... Die hebben zo'n warm, open hart. En al ja, ik, ja, vind dat gewoon super. En ze zijn ook misbegrepen, dikwijls. Hè. Ik hou wel van dieren die misbegrepen worden, ja, om dat dan opnieuw uit te leggen. Zit daar veel uitdaging in voor jou als diergedragstherapeut, zo'n ezel? De lichaamstaal. Meeste mensen zeggen altijd van, je hebt schrik van een ezel, want die gaat stampen en zo. En een ezel stampt ook wel met, ja, achterpoten. Ja, maar ezeltjes trek je uit de tijd. Uit voilà, het voilà. Dus, maar dat is ook een beetje... Je kan dat zien aankomen. Dus dat al uitleggen aan mensen van, kijk, als die oren naar achter gaan, ja, en die staart gaat een beetje beginnen kwispelen. Kijk dan uit voor de het achterhand. Want je, ja, zou zeggen, kwispelen is, ja, ja, is goed. Zo, nee, kwispelen is absoluut bij heel veel diersoorten niet noodzakelijk goed. Het is ook niet bij de ezel. Dus je ziet je opgewondenheid, je ziet je oor naar achter en dan ga je best aan de kant. Maar dat zijn zo van die dingen. Als je dat dan de mensen kan uitleggen, dan worden mensen er minder door gestampt, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En gaan ze ezels dezelfde respect geven dat die eigenlijk verdienen. Ja. En zijn er zo nog dingen bij ezels waar we rekening mee moeten houden? Of die... Ja. Ezels kenmerken? Ja, bijvoorbeeld wat de mensen ook afschrikt, is dat ezels dikwijls knabbelen. Maar die knabbelen als ze rustig zijn en ook om elkaar vervachtsverzorging te doen. Dus eigenlijk een beetje zoals dit, zo'n beetje dat. Ja. Dus, en dan doen ze, links. Ja, hier deze kant. En dan doen ze met die mond, zonder die tanden. Maar dat schrikt voor sommige mensen ook af. Ze denken, oh, dat zijn agressief. Maar dat is dus eerder een kenmerk van sociaal gedrag. Ja, nu uiteindelijk, je bent in India geweest om daar wat te observeren. Stel dat mensen nu een ezel in huis willen halen. Ah, niet in huis, maar aan huis. Mm-hmm. Waar moeten ze dan rekening mee houden? En waar kan je bijvoorbeeld een ezel vinden? Ja. Bestaat er een asiel voor ezels? Of? Hier in België bestaat er niet echt een asiel voor ezels, maar je hebt wel fokkers die ezels fokken, dus dat kan je op internet zeker terugvinden. Mm-hmm. En dan is het belangrijk dat je dus inderdaad die plaats hebt, dat, ja, je groen hebt, dat je een stal hebt ter beschutting uiteraard, hè, want dat je gezelschap hebt, dat de ezel niet alleen blijft zitten en dat je veel tijd ook wel kan doorbrengen. Ja. Een ezel heeft behoefte aan dat menselijk contact en affectie. Okay, fantastisch. We hebben wat informatie rijker over ezels. Volgende week dan kom je gewoon terug. Oké, okay, super. Maar voordat ik jou laat gaan, mogen we dankzij Tom en Co. natuurlijk ook nog waardebonnen wegschenken. Want we vragen aan jullie om een foto door te sturen met jezelf en je diertje daarop. En wij krijgen daar heel veel leuke reacties op en heel hartverwarmende foto's. En ik mag vandaag de drie winnaars van vandaag bekendmaken. En de eerste foto die is van Jean Maassen met een vogel. Een van de wereldkampioenen Goldamandinus. Voilà, op het wereldkampioenschap te Lausanne. De tweede foto die komt van Alexander Verslegers. Jelleke, een superlieve poes die altijd tevreden is. Zelfs wanneer ze haar eten krijgt, knort ze alsof ze goud in haar mond heeft. Dat is heel mooi gezegd. En de laatste foto is van Nicole samen met Nounours op vakantie aan zee. Voilà, fantastisch hè, dat we die foto's van jullie krijgen. Stuur ze ons zeker door, want het zijn zeer hartverwarmende foto's die we zeker met heel Limburg willen delen. Maar dus deze drie hebben vandaag gewonnen en krijgen dus een waardewon van Tom & Co. opgestuurd. Voilà, Inge, nogmaals bedankt. En we zien elkaar volgende week gewoon terug. Tot volgende week. Dankjewel. Ja.